Achter het Nationaal Luchtvaartlaboratorium in Amsterdam is een grote windtunnel verrezen. 17 miljoen gulden zijn geïnvesteerd in deze rechthoekige onderzoekingseenheid, die een gesloten circuit vormt van 142 meter lengte en waarin windsnelheden tot 1500 kilometer per uur kunnen worden opgewekt. De tunnel heeft via een luchtsluis verbinding met het laboratorium. Door deze sluis, die met 4 stalen deuren hermetisch kan worden afgesloten, bereikt men de meetplaats. Daarin worden de te onderzoeken vliegtuigmodellen opgesteld, die meestal massief in metaal zijn uitgevoerd. Het model is door elektrische leidingen verbonden met de meetapparatuur in het laboratorium. Wanneer de 4 deuren van de toegangsbuis zijn gesloten, kan het onderzoek beginnen. Vanuit de grote meethal worden de elektromotoren die gevoed worden door een eigen turbo-elektrische centrale ingeschakeld. Deze motoren brengen een schroefaggregaat in beweging dat de wind opwekt. De windsnelheid kan worden opgevoerd tot 1/3 maal die van het geluid. De stroming van de lucht rond het model wordt door een speciaal lenzensysteem zichtbaar gemaakt en via een tv-camera op het scherm gebracht. De gemeten krachten die op het model worden uitgeoefend worden elektrisch overgebracht naar een grafiekapparatuur die ze vastlegt op papier zodat men ze kan aflezen. De mogelijkheden van deze nieuwe windtunnel zijn vooral van betekenis voor de ontwikkeling van de burgerluchtvaart in West-Europa, die nu ook, na de militaire luchtvaart, het gebied rondom de geluidssnelheid heeft betreden.